draaidagen van de Bende van Os zitten erop. Dus duiken we de montage in. We zijn bij de première op het Nederlands Filmfestival. En Frank Lammers gaat op zoek naar het Brabantse gevoel. De Bende van Os is een Brabantse film. Brabantse regisseur, Brabantse acteurs. En niet onbelangrijk, schitterende Brabantse landschappen. Dat kan toch niet anders dan een visueel zeer sterk spektakel worden. Schitterend. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. Ik zal jullie met film verbazen. Maar ook als je een film maakt, moet je eten. Dit is het ontbijt. Het is 7 uur geweest net. Het is vroeg. Dan heb je ongeveer een minuut of 5 voor. Dus daar is echt gewoon vol stompen geblazen. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwegen. Wat wil je dan, waar hou jij dan van eigenlijk? Brabantse cuisine, dat is balkenbrei of worstenbroodjes met curry. Of, je eet weer ervoor. Inmiddels. Ja. Snap je? Okay. Dus je moet je toch een beetje aanpassen als Rotterdamse. Dat je dan gewoon ook wel probeert een beetje die Brabantse ziel pakken te krijgen. Zure zult. Oh, heerlijk. Heerlijk. Wat vind je? Vind je het een leuke film om te doen? Enig. Ik vind vooral de acteurs zo leuk. Eigenlijk is hij stiekem ook gewoon een Brabantse. Wat was het in de Brabantse spullen? Heel fijn. Ja? Ja, toch? Ja, even heel fijn. Heel fijn, ja. Waarom? Toch waardering gekregen voor het Brabantse. Een beetje een klein rood-wit hartje gekregen. Rood-wit? Ja. Ajax? Nee. Wat dan? Een Brabantse blokjesvlaag. Oeh. Een rood-wit geblokt hartje. Omdat het zo lekker is voor jezelf is en omdat het zo lekker bepaalde nuchterheid. Ja, ik heb heel veel naar jou gekeken. En jij straalt. Jij bent Brabant gewoon. Dus als je dicht bij Brabant wil komen, moet je gewoon bij Frank zijn. Ik zou misschien de rest van Nederland ook gewoon Brabant doen. Ja, dat zou wel beter komen. Ja. Je weet het, alle wegen leiden naar Den Bosch. Kijk, we zijn hier in Katwijk, maar waar staat hier? De B van Brabant. Dankjewel. Ja, je moet hem wel samen delen. Nee, maar Esther verdient hem. Nou, maar ik hou niet zo van, ik hou van veldbloemen. Ja. Esther is echt Rotterdamse, je krijgt het er niet uit. Dan toch, en vrouwelijk, kan toch ontevreden zijn. Krijgen ze bloemen? Nee hoor, hartstikke bedankt. Ik ben Remco Smit. Ik ben visual effects supervisor, postproductie supervisor voor de Bende van Os. Wij bieden de faciliteiten om de montage te doen, visuele effecten, sound design, muziek, grading, scanning, eigenlijk alles bij elkaar. Ja, Remco, we hebben de introductiesequentie er weer in gezet. Ja. Ik heb veel overleg met de regisseur natuurlijk, André van Duren. Daarin kan ik hem een aantal schetsen geven die hij mee kan nemen in zijn montage. We laten jullie niet veel inkijkjes zien, maar deze mag je zien. Kijk, daar is het vuur. Mooi. Niks. En hop, oké. Daar is het vuur. Maar als we dit echt in brand hadden moeten zetten, dan waren we toch wel een uurtje of 4-5 bezig geweest met special effects en met gedoe. Dit is de steeg, het café van Hees. En ja, die staat niet in de brand, maar alles glasgerinkel, vuur, fabriek in de achtergrond, is er allemaal in postproductie ingezet. Dus ja, je ziet het, alles is mogelijk in postproductie. Er zijn eigenlijk geen nadelen. Wat we hier aan doen zijn is een klein continuïteitsprobleempje. Als we naar het originele shot kijken waar we vandaan komen, dan zien we hier dat er een hoop rook hangt tussen beiden. En als we natuurlijk aan de andere kant gaan staan, dus achter Theo, dan missen we daar de rook. Dus nou,
plakken daar wat rook bij. Ik heb André gelukkig zover gekregen dat we het schip en het establishment van Rotterdam in 3D maken. Dat resulteert in dit soort bewerking. Dat we een complete kade in Rotterdam namaken. Dus dit wordt een compleet CG-shot. Digitaal water, digitale bootjes. Geluid is natuurlijk heel belangrijk. Je komt helemaal in de film en als dat geluid gewoon goed is en je zit er middenin, in een prachtige geluidsomgeving, en dan word je gewoon meegenomen in het verhaal. Het is een beetje als een cabaretier. Je kunt thuis een grap verzinnen en dan denk je, oh, die zal wel grappig zijn, en in de zaal blijkt die toch niet te werken. Oké, mannen. Jongens, wij zullen we afscheid nemen? Ja, we gaan verder. Ja. We laten André de film afmaken. Tot ziens. Bedankt, hè. Tot Ik ben heel blij dat we openingsfilm zijn op het filmfestival in Utrecht. Ik heb daar gestudeerd. Ik volg het festival al 25 jaar. En ik vind het een enorme eer dat we openingsfilm zijn. En ik verheug me er bijzonder op. En het is een moeilijk publiek altijd. Omdat er zitten allemaal vakgenoten die ook allemaal graag openingsfilm hadden willen zijn. Dus dat maakt het altijd wat spannend. Die zaal is altijd een heel klein beetje stug. Nou, ik ben trots op de film. Ik vind dat het goed gelukt is. Maar ik heb geen afstand. Ik sta er zo dicht op. Ik zit er al zo lang in. Dan weet je niet meer wat goed en slecht is. Ik heb geen verstand meer van mijn eigen film. Maar ik ben er wel heel trots op. En mijn gevoel is dat het wel kan gaan werken. In 1932 was het eerste grote filmfestival ter wereld in Venetië. 49 jaar later volgden wij met het Nederlands Filmfestival, dat onlangs voor de 31ste keer werd gehouden. Dit jaar waren er ongeveer 400 films te zien, waarvan één openingsfilm, De Bende van Os. Het was een feestelijke bedoeling met 1250 genodigden. Ze flaneerden op een rode loper van 15 meter. Op het filmfestival stonden 600 bossen bloemen klaar en 10.000 glazen champagne. En wij waren er natuurlijk bij. De première is natuurlijk niet compleet zonder BN'ers. En bij deze film vooral bekende Brabanders. En dat Brabants, ja, dat doet toch iets met je. Dus die Hollanders die erbij zaten, zoals Daan Schuurmans en zo, die stonden soms toch een beetje te kijken van... Ja, dat is wel apart, hè? Plak gewoon zoveel mogelijk woorden achter elkaar en die zeiden dan maar gewoon zonder tussenpozen tussenin. En dat klinkt toch wel gauw Brabants. Ja, maar het was niet zo dat ze nou allemaal, als ze niet aan het draaien waren, ook Brabants aan het praten waren. Dus ik... Ze waren te verstaan. Dank het wet. Ik vind het een hele spannende film. Dus ik, daar kan ik ervan zeggen. Ik ben een fan van. Ik denk dat het echt een hele mooie film wordt. Ik denk dat het ook een heel vet epos wordt. Met echt heel mooi die tijd en die sfeer van dat Brabantse platteland. A, de cast. B, de regisseur, waar ik heel benieuwd naar ben. En ik vind de tijd zo mooi. Het was zo'n interessant verhaal, wat ik al tientallen jaren kende. Dat het toch ooit eens verfilmd moest worden. Ik weet dat het een goede film is. En ik hoop dat andere mensen het ook vinden. En als ze het niet vinden, dan slaan we ze in elkaar. Dus, kom maar goed. Ze moeten erop letten hoe ontzettend goed onze acteurs spelen. En well, dat doen ze automatisch. Eigenlijk moeten ze niks doen, gewoon zitten en kijken. De vijand, dat zijn de Hollanders. De marechaussees, daar vechten wij tegen. Wij gaan in Os schoon schip maken. Wij moeten jullie Hollanders niet accepteren. Ik vind hem spannend en ik vind het goed gespeeld, ziet er mooi uit. Ik geloof niet dat ik normaal heel snel naar dit genre zou gaan kijken. Maar nu denk ik, ja. Ik vond de muziek heel goed werken, dat vind ik echt heel prettig.
Dat begin vind ik echt ijzersterk. Nou, het meeste verrassende vind ik dat we hebben ooit een shot gemaakt en een foto, wat niet gepland was. En dat is die bende die aankomt lopen. Dat was eigenlijk, dat was niet gepland. En toen zei op de set, ik geloof André, zei van, hey, laten we ook even zo'n shotje doen. En dat shot is nu zo'n belangrijk shot voor de film en ook voor de trailer. En voor... Dus dat is heel erg leuk en het werkt ook goed, vind ik. Ja, ik vond het een hele goede film. Spannend en ik vond iedereen echt ontzettend goed spelen. Het zag er heel mooi uit. Ik vind het wel interessant als ja, het op een waar gebeurde, als het op ware gebeurtenissen gebaseerd is. Dat geeft altijd dan iets extra's. Ja, het was een hele mooie film. Ik ben nog meer fan van Sylvia Hoeks. Ik vond het mooi. Ja, heel mooi gedraaid, heel goed gespeeld. Ik vond hem. Ik heb hem wel vermaakt. Ik vond hem prachtig. Ik vond hem echt zeer, zeer goed gelukt. Maar ja, we hadden een heel goede team. Dus, Het kan niet anders of je bent benieuwd geworden naar deze spannende film. Nog heel even geduld. Vanaf 29 september draait de Bende van Os in de bioscoop. Bedankt voor het kijken naar Making Of en veel plezier bij de film.